Hallo kijkers, allemaal van harte welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Nou, vandaag de beloofde uiensoep video. Ik heb deze uiensoep ooit geleerd van Sean uit Den Haag. En jullie kennen Sean uit Den Haag misschien wel. Ik heb vorig jaar een video met hem gemaakt. Hi, mijn naam is Sean. I have a cleaning company in Den Haag. Want hij maakt de beste broodjes ei met uit de wereld. Zo de knollen. Nog een broodje. Very interesting story. Hij is ook een ras echte Hagenees. En ik heb een tijd terug, jaren geleden, voordat ik chef was van La Cubanita, heb ik in zijn eetcafeetje gewerkt in Den Haag. Dat heette Eetcafé John. Een hartstikke leuk tentje. Die man kan fantastisch koken. Die uiensoep is tot ver over de horizon bekend van hem. Maar hij heeft ook een schoonmaakbedrijf, zoals jullie uit die video weten. Ik zal even een linkje bovenin doen, dan kun je hem even checken. En dat ging een beetje door elkaar lopen. En reserveringen voor schoonmaken stonden in de agenda van het restaurant en andersom. Dus ja. Op een gegeven moment is hij er gewoon mee gestopt, omdat zijn hart toch meer bij schoonmaken ligt. Maar goed, ik ga die uiensoep maken vandaag. Ik heb toestemming. En Sean, als je kijkt, zullen we binnenkort weer eens een keer een video maken. Want jouw Haagse bluff, jongen. Moet een keer een Haagse bluff video maken voor Cook Planet. Maar goed, ik hoor het wel van je. Ik ben gek op die soep. Ik maak hem nog steeds. En vanavond komt Tim er langs. Die is ook helemaal gek van die uiensoep. En dus ik ga die uiensoep lekker maken, mensen. En nou ja, je hebt niet heel veel nodig. Uien. Ik heb een kilo uien staan schillen vanmorgen. Een fles rode wijn. Roomboter. En een paar groentebouillonblokjes. That's it. Mensen, blijf vooral kijken. Ik ga meteen beginnen. Oké, vuur aan. Doe ik een derde van het pakje roomboter of zoiets. Ik doe het altijd een beetje op gevoel. Zo, ik laat smelten. Een beetje uit laten druisen daarna. Oké, dan voeg ik eruit toe. Even lekker fruiten. Zo, even fruiten nog. Nou, dan heb ik hier een wijntje. Kost maar €2,95. Hij is perfect om mee te koken, maar hij is ook lekker om te drinken. En dat heb je niet vaak. Dat is een heel goedkoop wijntje. Ook gewoon lekker is. Dus, nou, ik voeg rode wijn toe, totdat de uien onderstaan net. Even kijken, heel klein beetje nog. Zo. Cabernet Sauvignon Melo uit Chili. Oké, Mas? Oké. Vuur er even hoog. Nou, dan giet ik er water bij. Dit is 1,5 liter. Ik doe er nog 1,5 liter bij. Dus ik heb nu 2 liter water en ik denk 1,5 liter rode wijn. 2,5 liter. En dat doe ik. Normaal doe je per 1,5 liter water doe je 1 bouillonblokje. Ik doe er even 2. Want we hebben natuurlijk de wijn, de boter en vooral de ui als smaakstof. Maar deze is net even om de soep af te maken, zeg maar. En ik doe er nu 2 in. En als die op een gegeven moment helemaal klaar is, dan kan ik altijd nog meer erbij doen. Maar ik doe nu even 2. Dat is wel genoeg even. Dan kan ik lekker erin trekken. Komt hij maar. Hij kookt inmiddels, zoals je kunt zien. Het is nu heel simpel. Ik draai het vuur laag. Gooi er een deksel op. Zo. Klein keertje open laten. Ik zet hem even op een andere pit trouwens. Dat lijkt me beter, denk ik. Ja, en nu is het heel simpel. Het is nu gewoon een paar uur wachten. Een uurtje of 3 minimaal, denk ik.
En op een gegeven moment, je kan zien, de uien zijn nu nog een soort van rood door de wijn, maar zodra alles bruin is, zeg maar, dat is na een uurtje of drie meestal, dan is de soep klaar. En dan kan ik hem gaan proeven en eventueel nog bijkruiden. Dus mensen, ik zie jullie over een paar uur weer. 5 hours later. Even ruiken. Oh, dat ruikt heerlijk. Even proeven. Oké, ik proef die boter. Een beetje zoeter door die ui. Maar ik mis wat power. Dus ik doe er sowieso wat peper in. En ik doe er nog een bouillonblokje bij. Dat is al beter. En dat doe ik er, en dat vinden jullie misschien gek, een beetje sambal in. Een klein beetje sambal oelek. Zo. En andere mensen zullen ook wel denken van, joh, waarom gebruik je bouillonblokjes? Nou ja, ik ben echt fan van bouillonblokjes. Ik kan natuurlijk ook groentebouillon trekken of zo, maar ja, ik zie dit gewoon als kruiden. Je gooit het er gewoon bij en huppakee. Maar die sambal moet er een beetje pit aan geven. Oké, ik zet hem nu uit. En dan wacht ik even tot Tim er is en dan gaan we hem samen even afmaken. Laat ik hem afkoelen, want Tim is hier om 6:30 denk ik, 7:00, ik weet niet precies. En dan gaan we hem samen even afmaken. En dan ga ik ondertussen even wat stokbroodjes met kaas maken. Ja, ik heb hier gewoon zo'n pak met 6 pistoletjes. Dan ga ik er 2 van in schijfjes snijden met kaas erop en die andere gaan we er gewoon bij eten denk ik. Even kijken. Dan gewoon een beetje jong belegen kaas. Nou, ik ga even wachten op Timme. Ik doe ze nog niet in de oven. Ik doe ze pas in de oven als we de soep gaan afmaken. Tot zo. Nou, daar is hij hoor. Beetje donker, kom maar verder. Hé! Hey. Hey. Lina, kijk! Ja! Ik heb al die pantoffels weggegooid, al die stofnesten, behalve die van de Efteling. Dus doe maar aan. Hoeft niet. Leuk hè? Slaapkop. Welkom. Mooi, mooi. Kijk hé. Hoogvliet. Haha. Boodschap is erin. Ah. Oké. Okay. Zet maar in de koelkast. Ik heb er al 6 koud staan. Had je niet gedacht, hè? Nee. Had ik gisteren al gehaald. Nou ja, dit zijn maar 0,5 liters. Dus. Oei, oei, oei. Ik denk dat het wel genoeg is. Ja, en anders is die tot 8 uur open hoor. Ik hoor dat de soep was. Ja mensen, kijk. Dus Timme en wij hebben samen deze stripboeken uitgebracht in eigen beheer. Al heel lang geleden, dit is van 2003. Dit is 2005. En we hebben toen van de opbrengst van deze hebben we deze gemaakt. En zijn we ook nog een midweek of een weekend in een huisje geweest in het Roekebos. Om dit boek af te maken. Dus we gaan vanavond weer eens een keer een stripje maken van 1 bladzijde gewoon. Kijken wat het nog kan. We gaan eerst die uiensoep eens even aanzetten weer. Ja, dat lukt wel. Ik heb papier en pennen gekocht. We gaan eerst even die soep proeven en afmaken. Ja, ik zie fragmenten ui. Vrij duidelijk. Ik denk zelf zo meteen dat er misschien nog een bouillonblokje in kan. Nou, dat kan. Of zeezout, maar ik denk dat
bouillon beter is. We gaan even een kanon gelijk erbij pakken. Vandaag even met de schaar. Dat kan overal mee. Ja, fles open, er zijn schaars. Ja. Toch nog met de sizzle af. Nou, zo. Hakken puff, hè? Stroop, ja, inderdaad. Broodjes met kaas. En eigenlijk zijn wij niet zo, tenminste, ik ben niet zo'n voorstander van zo'n ding in de soep, omdat het meestal helemaal uit elkaar fladdert. En dan krijg je zo'n zompige. Ik vind het ook een ramp. Ja, maar we doen het even wel voor Eggy. Brood in de soep, dan wordt er zo'n natte. Ja, dan hangt zo'n hele deegbal, ja. Nee. Ja, lach joh. Tijd geleden dit. We zijn niet meer te koop, voor mij is die uitgeverij failliet. Toch? Die bestaat niet meer. Ja, maar misschien nog wel tweedehands. We hadden ook een hele rare recensie op bol.com. Van iemand die waarschijnlijk het boek niet heeft gelezen, want die beweerde dat er alleen maar korte grappen in stonden. Terwijl het een lang verhaal is met een stuk of 8 korte stripjes of zo. Ja, maar ik zou het ook opgegeven hebben met 3 pagina's. Oh ja, mensen, ik heb ook trouwens, voor de vaste kijkers weten dat misschien, heb ik een playlist met tekenfilmpjes van mezelf. Er zitten ook 3 Gerard de Lama filmpjes bij. Dus check even de link die bovenin verschijnt, dus lachen. Waar? Bovenin? Hier. Oh ja. Zie je hem? Dan ga ik op klikken als ik thuis ben. Even. Ja, pittig is hij sowieso genoeg. Well, misschien even. Pittig is die, hè? Die sambal zit erin. Geen zout. Nee, geen zout? Broodjes kaas. Broodjes kaas. Ja mensen, soep! Ja! Met een broodje erin. En zonder bestek. Oh shit, sorry. Eet smakelijk. Ja, kijk, dat brood begint al uiteen te fladderen. Ja, daar zit wat in de soep, Jan. Van wie had je dit recept voor je? Van John uit Den Haag. Oh ja, er woont één John in Den Haag. Oké mensen, wij gaan even lekker deze soep opeten. Maar wij gaan zo meteen even een stripverhaal in elkaar draaien. En dan zal ik nu meteen een beetje het proces laten zien. Howdy. Hey, je gaat in. Kom op! Ik dacht van niet, stelletje nozems! Oké mensen, vergeet niet een duimpje omhoog te doen, te reageren of te abonneren. En ik zie jullie zondag bij een nieuwe video. Doei!